Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Project Rheberg is begin van groter geheel. Regering rekent op bijdrage en leiderschap Nationaal Leger. Openbare werken doet duurzame investeringen voor verzamelen klimaatdata. En parlementsvoorzitter B roept jongeren op talent positief in te zetten. De regering heeft op vrijdag 25 augustus op Rheberg in het district Wanica het startsein gegeven voor het landelijk woningbouwprogramma fase 1. Dit project staat niet op zichzelf, maar is het begin van een groter geheel. In juli dit jaar zijn er in totaal 9 projecten binnen dit programma goedgekeurd. De regering geeft hiermee ook uitvoering aan het sectorplan huisvesting dat dateert van 2000. Anwar Hassan Khan, projectsupervisor van het landelijk woningbouwprogramma, doet een terugblik en maakt u tevens deelgenoot van hetgeen nog in de planning ligt. Ik ben de technisch projectsupervisor van het projectbureau, ingesteld door de president voor het landelijk woningbouwprogramma. We zijn eigenlijk begonnen sedert december 2022, maar dat punt heeft een verleden. En dat begon eigenlijk al sinds 2000. De toenmalige regering had samengesteld een sectorplan die in 2006 verheven was voor de sector huisvesting. En sindsdien zijn er activiteiten beleidsmatig ook geweest om de sector huisvesting te reorganiseren. Dit is toen voortgezet ook na 2010. Gelukkig met continuïteit van beleid is dus in 2012, zoals het sectorplan huisvesting dat had aangegeven, dat het noodzakelijk was dat volgens de grondwet, artikel 49, een huisvestingsplanwet moest worden goedgekeurd. Dit is een kaderwet waarbinnen tal van wetten en regelgevingen en besluiten en projecten waren geformuleerd. Helaas is er tot en met 2020 niet alles uitgevoerd. Er is wel wat uitgevoerd, maar het fundament van het huisvestingsplan is wetgeving. In die periode zijn een zestal wetten geformuleerd waarvan er 2 goedgekeurd zijn, maar er zijn nog een aantal wetten die nog in behandeling zijn. Die zijn gelukkig ook weer door de regering sinds 2020 opgepakt en wij hebben dus eigenlijk dus dat voortgezet, hetgeen dat sinds het sectorplan in 2006 is voorgehouden. Uiteindelijk heeft de president besloten om de uitvoering van het woningbouwgebeuren te versnellen en daartoe heeft hij in eind december 2022 een projectbureau rechtstreeks onder zijn kabinet ingesteld, waardoor wij in staat waren samen met alle actoren waaronder verschillende ministeries die verantwoordelijk zijn binnen het woningbouwgebeuren en andere actoren ook projecten voor te bereiden
wat wij noemen het landelijke woningbouwprogramma fase 1. Dit is in juli 2023 goedgekeurd, jongstleden. En u mag zelf nagaan, sinds midden juli 2023 en 25 augustus, we hebben dus in 6 weken met intens werken, samenwerking, vooral via het ministerie van Openbare Werken, hebben we 9 projecten voorbereid die nu voorbereid worden voor contractering en opstaan. Concreet is dus de eerste uitvoering gelaunched op 25 augustus, en vorige week. En elke week zullen we dus de projecten die in fase 1 zijn geprogrammeerd zo snel mogelijk opstarten, zodat de sector in beweging komt. De regering wil in de tweede helft van haar regeertermijn resultaten neerzetten. Zij rekent daarbij volgens president Chandrika Prasad Santokhi op de bijdrage van het Nationaal Leger. Dat niet alleen, het defensieapparaat zal ook leiderschap moeten tonen in de dreigingen en uitdagingen die op Suriname afkomen. Het staatshoofd heeft de legerofficieren op dinsdag 29 augustus in de congreshal toegesproken bij de afsluiting van het leiderschapssymposium van het ministerie van Defensie. En een van de attributen die een leider sterk maken en krachtig maken, is de professionaliteit, de professionele competenties. Heel erg belangrijk, en hier is dat al een paar keer vandaag in het symposium aangegeven. De ontwikkeling, wat zien we? Wat is de impact daarvan? Hoe gaan we ons daar voorbereiden? Wat voor impact heeft het op ons land? Hoe gaan we het leven hebben? Heel belangrijk is die vakkennis. En die vakkennis, wij kunnen formele opleidingen geven en dit soort symposia organiseren. Maar het is niet voldoende. U gaat zelf actie moeten nemen. U gaat zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. U gaat ownership moeten nemen. Want dit leven is niet van mij of van de bevelhebber of van de opperbevelhebber of van wie dan ook. De leger is van u, van ons allemaal, van de hele Surinaamse samenleving. Sterke leiders zijn noodzakelijk om de transitie te maken naar ontwikkeling. Daar bent u cruciaal in. Als u geen ownership neemt en verantwoordelijkheid neemt, gaat het nu lukken. En als we gaan wachten totdat zaken naar u toe komen, dan zijn we wellicht laat. Dus die verantwoordelijkheid rust ook op onze schouders, op elk een. En ik ga u zeggen, we zijn niet geboren met professionele kennis. Of we nou koning zijn, of prins zijn, of minister zijn. Nee, niemand wordt geboren. Maar zo wordt een leider ook niet geboren. Misschien heeft hij wel talent. Maar die maken we, long the run. Zoals meneer Curry zei, van beginnen te fietsen. Toen we geboren werden, konden we niet fietsen. Uiteindelijk hebben we geleerd om te fietsen. En het leren gaat met vallen en opstaan. Gaat met pijn leren soms. Maar inzet en willen. En ik kan nog zoveel dingen doen en de bevelhebber ook. Maar als wij niet willen, de waterloopkundige dienst Suriname beschikt sinds dinsdag niet alleen over een nieuw pand. Deze afdeling van openbare werken is volgens minister Riad Noor Mohamed thans ook uitgerust met state-of-the-art instrumenten om klimaatdata te verzamelen.
De bewindsman spreekt van duurzame investeringen, mede dankzij de bijdrage van buitenlandse partners. In het nieuwe gebouw wordt ook de Meteorologische Dienst Suriname ondergebracht. Beide instanties vervullen een cruciale rol in het voorspellen van klimatologische omstandigheden. De opening van het nieuwe kantoor van de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Dienst, die we altijd kennen aan de Magnesiumstraat, die zijn vanaf nu gehuisvest aan de Duisburglaan. Dat is op een van de drie grote terreinen van het ministerie van OW. Het is inderdaad, hebben ze een nieuw gebouw gehad. We hebben dat vandaag geopend. Dat betekent vanaf nu zullen de kantoorzaken en de veldzaken vanuit dit nieuw kantoorgebouw plaatsvinden. En we hebben gezien in de presentaties hoe het buitenland volledig heeft ondersteund, grotendeels met investeringen in nieuwe instrumenten. State of the art, de instrumenten hebben waardes van miljoenen en die zijn over het hele land worden die op dit moment geïnstalleerd. Nieuw gebouw, want de situatie daarvoor was verschrikkelijk. Was embargelijk, lekkende daken, alles is vernietigd in de afgelopen jaren. Alle data, alle zaken die daar opgeslagen, het lab, alles is vernietigd door lekkende daken en dat soort zaken dus. We beginnen eigenlijk tussen aanhalingstekens een beetje opnieuw. En je weet, ik heb ook gezegd waarom deze instituten heel belangrijk zijn. Inderdaad, dus de Meteorologische Dienst is belangrijk voor klimaatdata. Om metingen te verzamelen over klimaatdata. Dat doen we over heel Suriname, maar ook in de lucht. De ballonoplatingen bijvoorbeeld, die we doen per week, gaan tot 30 kilometer in de atmosfeer. Dus niet alleen de vlakte, maar ook in de lucht doen we metingen. En dan hebben we een derde meetstation, die heel belangrijk is. Dat is op Sanderij Airport, dat is Temu van de luchtvaart. En het vierde is die ballonoplatingen, dat is voor de wereld, de ozonmetingen. Dus deze vier samen voorzien niet alleen maar data voor Suriname, maar vooral internationaal. En dan denken we aan de onderzoekers die gebruik maken van die data om het klimaat in de wereld te voorspellen, wat voor maatregelen moeten genomen worden, etc. Dus kortom, de data die nu geproduceerd wordt is zeer betrouwbaar. High quality data. Elke seconde is de data beschikbaar en wordt dus internationaal gebruikt. Dus we zitten nu weer op de regionale kaart, we zitten op de internationale kaart. Het personeel moved ook naar verschillende landen. Dus we kunnen nu weer, ik wil bijna zeggen, gelijkwaardig praten, omdat we state of the art informatie verzamelen en technologie hebben. Alleen de waterloopkundige dienst, moet ik u wel zeggen, daar gaan we nog zwaar moeten investeren in ons laboratorium. Omdat dingen als waterkwaliteit, dat lab is helemaal vernietigd, dus die moeten we echt op nul weer opbouwen. Dus ik hoop met ondersteuning van al die internationale partners die vandaag aanwezig waren, we alles de komende jaren helemaal in orde weer kunnen krijgen. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, heeft jongeren opgeroepen hun talenten positief in te zetten. De parlementsvoorzitter deed deze oproep na opmerkingen van DNA-lid Obed Kanapé over de geweldsspiraal van de afgelopen periode. Hierbij zijn voornamelijk jongeren betrokken geweest en vaak met de dood als gevolg. Kanapé vroeg om zichtbaarheid van veiligheidsdiensten in de buurten, terwijl parlementsvoorzitter B. opriep om terug te gaan naar de basis van respectvol met elkaar omgaan. Waar we het allemaal over hebben is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid vanuit onze regering. Maar ook de verantwoordelijkheid die wij hier vanuit de Nationale Assemblée hebben naar onze samenleving toe. Maar ook onze samenleving naar zichzelf toe, elke burger naar elkaar toe. Meneer de voorzitter, als we kijken naar die verruwing, de gruwelijkheden van Surinamers tegenover Surinamers, de presentatie in de media, dan vraag ik me af hoe verder met ons als de beelden die in ons moeten leven over onze samenleving slechts de negatieve zijn. Meneer de voorzitter, van muziek tot aan de wapens in de handen van de jongens vanuit de ghetto, de boodschap naar onze samenleving toe, overal zien wij het terugkeren. Meneer de voorzitter, we vragen vanuit de regering, vanuit het ministerie van Defensie, maar ook het ministerie van Justitie en Politie, als het gaat om de aanwezigheid van deze belangrijke
mannen en vrouwen in uniformen om onze samenleving, de veiligheid in de samenleving te kunnen garanderen vanwege aanwezigheid in de verschillende buurten. We vragen ook vanuit de buurtmanagersprogramma dat ze de financiële middelen krijgen om te werken aan die crime prevention. Maar ook kijken we naar onze media, hoe ze de boodschappen presenteren naar de samenleving toe, meneer de voorzitter. En naast ditgeen wat ik hier heb gepresenteerd, hebben we gezien dat de noodzakelijke middelen, althans de basisgoederen, in prijs stijgen als het gaat om brandstof, als het gaat om gasbom. De mensen in het binnenland stellen de vraag, hoe zal de bescherming plaatsvinden, beleidsmatig, naar hun toe? Meneer de voorzitter, dat is wat wij hier willen presenteren aan de samenleving, aan de regering, wanneer ze straks weer aan het... Goed, dank u wel, leden, voor uw bijdrage. Maar ik wil toch kort, naar aanleiding van datgene wat meneer Kanappé naar voren heeft gebracht, met betrekking tot zinloos geweld onder onze jongeren, maar meer nog onze artiesten, we volgen haar ontwikkeling en haar ontwikkeling negonawan boense, omdat zeker voor jonge artiesten lasde libigba, we zien geen gedrag pe ma e soudens refi, jongwa e kierdens refi. En dat aan ons aan zijn ouwani in akondre. Ja, je hebt een bepaalde talentief gado met positief gebruik in. Ja, want u saptak ik kan verdien door afaswaaien met muziek. Maar voor een keer ons revi, dat aan ons boon ontwikkeling. Ja, je por je libi, je por je omgeving libi, in het een voorbeeld die een trouwen. En alles maar een vrede, met een move nou, of gaan naar een dans, of gaan naar een activiteit. Dus vanuit de presidie, we gaan roep op, alles maar, alle de jongen, voor God terug naar de basis, voor liep naar de spek in de oosrevie. Maar meer nog, de ouders, voor tante ik verantwoord toe, de omgeving, sociale controle, is nooit te veel. Maar dit kan niet zo verder. En we betreuren dat in een chatpisting moest beren een aantal artiesten voor ons. Maar ook door de traceloos geweld zou even in de pressie. Dus als voorzitter van de Nationale Assemblée vond ik het nodig om deze boodschap aan onze jongeren te geven. Ja, met de hoop dat snel we kan vinden een verandering. Grand dankie voor een moment die is, grand dankie leden. En voor nu ga ik deze vergadering verdagen naar een ander moment. Beste kijkers, wij bedanken u voor uw aandacht. Goedenavond.